kom maar even binnen hoor. Pas er wel bij, kom maar binnen. Ik weet dat die dingen niet gewassen zijn. Zo hadden wij het net over de geur van vis. Ja. Nou, dames en heren, het volledige volleybalteam is hier is binnen. En ik weet, de shirtjes zijn sinds gisteren niet gewassen. En ik weet wat voor inspanningen ze hebben geleverd. Ik weet ook wat voor geur ik had. En ook wat doet ze heeft. Oké, okay, welk shirt is welk shirt is voor jou? Is die van mij? Die gele plekken, die gele plekken zaten er nog niet in. Nee. Maar gezellig dat jullie er zijn. Ja, waarom zijn jullie hier? Ja, vertel. Nou, we hebben eigenlijk een mededeling. Microfoon, kom. Ja, hoe vaak ben je hier? Ja. Komt-ie. We hebben eigenlijk een mededeling. Ja. Pis. Ik geef het woord aan Ina. Ina? Laat maar zien. Ja, kom erbij. Wij zijn stiekem toch een beetje... Vierde! Ja! Jawel! Dames en heren, ik heb hier in de hand de vierde prijs voor beachvolleybal Lake Week. Dat is geweldig. Ja. Wie heeft die standen gemanipuleerd dan? Ja, daar gaat het niet om. Ja, het is gewoon, dit is een echte. Altijd gaat het om resultaat. Oh, oh. Maar die krijgt een... We hebben niet één wedstrijd gewonnen. Niet één wedstrijd gewonnen. En toch vierde. Ja, goed hè? Ik vind het geweldig. Ja. Ja. Ik word emotioneel, man. Maar het ging heel raar. Kom, microfoon. Nou, het ging heel raar. Maar ik ben hier al heel vaak. Misschien wil Ina het heel graag vertellen. Jawel, Ina. Ina wil het niet graag vertellen. Doet ze wel. Goed, of we hebben vier wedstrijden gespeeld. Ja. En waarvan drie verloren. We werden wel steeds beter, hè? Ja. De eerste wedstrijd hadden we zoiets van... Ja, eigenlijk is 5 minuten lang genoeg voor ons. Dan stonden we nog voor. Maar het ging echt steeds beter. En de derde hadden we zoiets. We gaan winnen. Nou, dat lukte net niet. Maar de vierde hebben we gelijk gespeeld. Toen werd hij iets te vroeg afgefloten. Anders hadden we echt gewonnen. En toen hadden we heel erg honger. En toen zaten we met z'n allen net het eten te bestellen. En toen werden we echt al 10 keer opgeroepen. Maar het is wel hele goede reclame natuurlijk, ja, hè? Ja ja, 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 ja. Dus toen zijn we tijdens onze bestelling weggescheurd. En toen moesten we gewoon spelen in de finale. Niet de finale. De halve finale. Ja. Maar door de shirts heeft de tegenstander zich toen teruggetrokken. Ja. Ja, die durfde niet meer. Dus toen stonden we zomaar in de finale. Nee, niet de finale. Halve finale. In de halve finale. Nou, vertel jij het Het woord finale zit er toch in, dat is toch goed? Er luistert toch niemand? Wat staat nou uit? De winnaars zijn stenen in de grand finale. Je moet niet door me heen praten, dat is heel vervelend. Ja, doe niet dat. Ik doe wel zo als jij maar. Toen stonden we dus in de grand halve finale. En... die hebben we helaas verloren, maar we hadden heel erg honger. Want we hadden nog geen hap gehad natuurlijk. En onze coach wist niet dat we zo lang zouden blijven. Dus volgend jaar hebben we een hele boodschappenlijstje. Roos! Ja. Ja. We hebben ook nog een verrassing voor Aldus. Ja, dat... De rekening komt nog. Ja, de rekening komt. Ja, ja. We hebben heel veel consumptie gehad, want met heel veel bier ging het beter. Maar toen hadden we die verloren. En toen moesten we nog de troostfinale voor de derde of vierde plek. Gierende honger. We hebben ons er doorheen gesleept. Dat was ook niet op tijd, hè? Nee. Dat was gewoon echt... Wie de eerste 21 punten had, die zou dan in de volgende ronde komen. Eerste 21 punten? Ja, wie als eerste 21 punten had. Ja. Eerste, de poolwedstrijd ging op tijd, 10 minuten spelen. En dan de winnaar van die ging door. We hadden punten, zeg maar. En de finales, of de halve finales en de finales, die werden tot 21 punten gespeeld. Wie als eerste 21 had, zeg maar, die ging door naar de finale. En we hadden helaas net een paar punten te weinig om die finale te halen. Dus hebben we de troostfinale gespeeld. Nou, de tranen schieten me in de mouwen. Ik heb één wedstrijd gezien en toen ben ik voorzichtig tussenuit geknepen. Ik moest aan het werken, hè. Maar ik ben er voorzichtig tussenuit geknepen. Nou, voorzichtig zitten. Maar ik denk, als ik nog langer blijf... Houd dit niveau vast! Houd dit niveau vast! Nee, super! Nou, ja, we gaan eens kijken of... waar gaat die staan? Nou, hier natuurlijk. Oh, ja, tuurlijk. Ja, heel prominent, hè? Ja, is het een wisselbeker of mogen we hem echt halen? Hij is van ons. Ja. Hij is van ons. Ja. Volgend jaar wordt hij groter ook. Ja, want wij gaan trainen. We gaan hem water geven. Morgen in training. Ja. Aldus. Sorry. Ja. Er zijn momenteel heel veel verzoeken binnengekomen dat mensen willen graag bij het PIS volleybalteam spelen. Ja, maar het is natuurlijk wel zo, dit is het winnende team. Hier is niemand meer... kan meer bij ons team spelen. Nee. Dus er wordt een tweede team, derde team of een vierde team. Dus team 1 kan niet meer, helaas. Nee, ik begrijp ook niet voor jou. Ik begrijp ook waar je heen wil. Jij wil naar zwarte shirts met gouden letters. Ja, vooral de dames. Ja. We komen volgend jaar niet meer onderuit. Met naam. Ja, met naam. En nummer. Ja. Nou, hey, hartstikke goed. We gaan maar een biertje erop denken. Nee, ja, lijkt me wel zo goed. Ja, hè? En een muziekje draaien. Zijn we ook gewend, hè? Ja, precies. Is de tap al warm? Cool. Moet even kijken? Ja, probeer hem eens uit.
Even in de beker. Hij heeft voor de catering even, we hebben een paar meer glazen nodig. Gaan we regelen. Ja. Ja, gaan we doen. Oké. Okay. Laten wij jullie even achter met Brandon Flowers en Crossfire. Relax muziekje. There's a still in the street outside your window. You're keeping secrets on your pillow. Let me inside, no cause for alarm. I promise tonight not to do no harm. I promise you, babe, I won't do you no harm. And we're caught up in the crossfire of heaven and hell. And we're searching for shelter. Lay your body down, lay your body down. Watching your dress as you turn down the light.